door Haaglanden in Den Haag op de beruchte Hoefkade. Servian de Roy en Evert-Jan staan samen met motorrijder Bart voor het verkeerslicht als links van hen plotseling een scooterrijder voorbij komt gescheurd. Bart geeft de bestuurder een stopteken, maar hij knijpt er tussenuit, gaat twee keer door rood en probeert over de stoep te ontkomen. Van Ostadestraat, samen met de 18 een scooter aan de kant af. Het motorblok van de Gilera-scooter heeft het door het lompe rijgedrag plotseling begeven en dat geeft Bart de mogelijkheid om de bestuurder klem te rijden. De bijrijder heeft zich intussen uit de voeten gemaakt en hetzelfde geldt voor de vele omstanders die kennelijk niet zo happig zijn op de aanwezigheid van de camera. Het ziet eruit dat er met deze scooter van alles mis is, want er is in elk geval met het frame-nummer gerommeld. Het is bijna niet te lezen. Het is niet doorgekrast, maar hij is helemaal verroest, joh. Het is niet te lezen zo. Hé, maar luister, als ik nou heel vervelend tegen je wil doen, dan maak ik de artikel 5 verbaal op, hè? Want je doet niet aan de vorderingen te stoppen, je gaat er van door, je gaat tegen... Ja, maar ik herken niet eens of je de politie bent of niet. Ja, dat heb ik tegen je verteld. Ja, maar dat geloof ik niet. Maar dat geloof ik niet. Geloof je ook niet. Je bent aangehouden, je gaat mee naar het politiebureau en daar gaan we alles uitzoeken. Afgesproken? Ja, gewoon voor wat. Diefstal zeker u heen. Ja, want dat ding, daar klopt geen zak van. Er zit een verkeerde kentekenplaat op. Jij weet ook dat het een motorrunner is. Ja? Oh ja, ja, op die manier. Dus op die manier. Ja, op die manier. Dan gaan we wel even het training nemen op het gemakje nakijken. De collega's zijn snel ter plaatse om de surveillanten de helpende hand te bieden en de bestuurder wordt voor nader verhoor afgevoerd naar het politiebureau. Wij komen zo jullie kant op een keer. De rust in de wijk lijkt wedergekeerd en Bart legt zijn collega's uit wat de scooterrijder allemaal op zijn kerfstok heeft. Hij had al een stopteken gegeven daar. Ja. Dat deed hij net als hij zijn spullen ging pakken, dus ging hij er vandoor. Oh, ja. Kreeg het verkeer in op de Vianlaan. Ja, hier sloeg hij af en hij kreeg hem niet meer aan de praat. Maar er zat er nog iemand achterop. Ja, die is weggegaan. Van de bijrijder ontbreekt helaas ieder spoor en de Gilera-scooter wordt voor onderzoek naar het politiebureau gebracht. En helaas voor Evert-Jan zal dat lopend moeten gebeuren. Ja, die jongen is aangehouden omdat die scooter mogelijk van diefstal afkomstig is. Sowieso is het een motorfiets of een motorrunner. Er zit er een bromfietskenteken op, dus dat klopt natuurlijk niet. En ja, die scooter die gaat voor onderzoek naar binnen. En dan gaan we uitzoeken van wie die scooter is, hoe die eraan komt en wat er allemaal mee aan de hand is. En op het politiebureau wordt al snel duidelijk dat er van de Gilera niet veel deugt. Zo zit er een brommerkenteken op, terwijl het hier eigenlijk een 180cc motor betreft. Daarnaast is er met het frame-nummer gerommeld en is het contactslot geforceerd. Dit type motorfiets wordt veel gebruikt voor straatroof en het heeft er alle schijn van dat het voertuig op illegale wijze is verkregen. Uiteraard reed ik al een tijdje achter je en ik heb je diverse overtredingen zien maken. Maar onder rood licht, je banden zijn spekglad en dat soort zaken. Daar krijg je dus een aantal procesverbalen voor. Behouden ze het procesverbaal wat we nog in gaan sturen naar de officier voor het rijden zonder rijbewijs en... ook nog al dan niet of een ding afkomstig is van diefstal. Ja, waar we je over gehoord hebben. Hé, hey, succes ermee. Goed hoor. Ik loop even een beetje mee, anders kom je niet buiten. Je broertje staat volgens mij al De bestuurder krijgt een waslijst aan boetes mee en zal later nog met de officier te maken krijgen. Tot die tijd mag hij weer naar buiten waar zijn vriendjes hem al op staan te wachten. De onderzoeksafdeling OPAC voor gestolen voertuigen zal zich verder over de Gilera buigen om te bekijken of hij van diefstal...